Dit is Simon Wamai. Hij is maar wat trots op zijn motorfiets waarmee hij klanten door de stad rijdt. Hij doet dat hier in Isiolo, een afgelegen plaats in Centraal Kenia. Ze staan tegenwoordig op iedere straathoek, motorrijders. En dat terwijl hij altijd zo lekker rustig was. De werkloosheid is hoog in Isiolo. En veel mensen hebben weinig anders te doen dan de dag passeren in de koelte van de schaduw. Tot ongeveer een jaar geleden. Jongeren zonder werk zijn op de motorfiets gestapt. Boda Bodas in de Keniaanse landstaal. Dat kon omdat de overheid de BTW op motoren afschafte en dat banken soepele leningen gingen uitgeven. We form a group. We go to the Equity Bank. They gave us a loan. And then we have to buy the motorbike. Ze kosten tussen de 800 en 1500 euro per stuk. En ze komen bijna allemaal uit China. Isiolo telt nu over de 100 Boda Boda's. En er is nu concurrentie. Simon verdient nu al de helft minder dan in het begin. Like now we have only 1800 per day. Maar toch betalen de meesten hun lening binnen een half jaar af. Blijven daarom motoren bijkomen. En de eerste vrouwelijke Boda Boda is gesignaleerd. De bewoners van Isiolo zijn maar wat blij met de komst van de motoren. I like Boda Boda, but it's cheap. Yeah, because it takes me everywhere I want to go. En nu gebeurt dit niet alleen in Isiolo. De motorfiets rukt op in heel Kenia. Er zijn er tienduizenden verkocht in de afgelopen jaren. Ze kunnen over allerlei soorten wegen, zijn zuinig met brandstof en daarom goedkoper dan de taxi. We are half of it. If the taxi is 100, we take 50 shillings. Nu telt Isiolo nog redelijk wat taxis. De chauffeurs krijgen maar een slecht humeur van al die tweewielers. Boda boda imekuwa mingi hapa Isiolo. Kwa hivyo taxi, magari haifanyi kazi sana. Bovendien veroorzaken ze volgens taxichauffeurs veel ongelukken. Wengi majority ukiangalia hospitali hapa general utakuta watu wengi sana wameumia, wengine wamevunjika mguu, wengine injuries. Sana sana mtu anaona ile shilingi 50. Not true. So why do they do that? They want the customers to go back to them. Er is voorlopig geen oorlog tussen de taxis en de motoren. Maar de Keniaanse overheid is wel begonnen met het uitgeven van vergunningen om zo de zaakjes wat te regelen. Dit is Ruud Almendorp vanuit Isiolo, Kenia.